Een greep uit de grootste voetballers op aarde loopt op dit moment in het PSV-stadion in Eindhoven. Ibrahimovic, Sneijder, Robben, Ribéry, zomaar wat namen, die vanavond in een ploeg tegen PSV spelen. Ze spelen vanavond mee in de afscheidswedstrijd voor Mark van Bommel. Nou, bij het stadion is onze PSV-watcher Paul Post. Paul, is de grote man zelf er al? Is Mark van Bommel er al bij jou? Nou, ik waan me hier eigenlijk in Hollywood bij de Oscar-uitreiking in afwachting van alle sterren. Om op jouw vraag antwoord te geven, nee, Mark van Bommel is nog niet gearriveerd. Tal van andere verdetten wel, Arjen Robben, Ribéry, Wesley Sneijder, Bert van Marwijk, de trainer van het gelegenheidsteam. Die zijn er allemaal al wel, maar ja, alle supporters hier, iedereen is in afwachting van de ster, het feestvarken van vanavond, Mark van Bommel. En ik sprak van Bommel eerder deze week en die kijkt enorm uit naar deze avond. Nou, ik ben wel blij dat er heel veel mooie namen komen. Dat maakt het al rustgevend voor mij. Stadion is uitverkocht. Ja, dat is natuurlijk helemaal top als je een aantal dagen voordat de wedstrijd begint een stadion uitverkocht hebt. En ik ben wel zenuwachtig. Ja. En dat zal waarschijnlijk ook wel een emotionele avond worden. Echt de allerlaatste keer. Maar daar moet je niet te veel over nadenken. Je moet ervan gaan genieten. En als je er te veel over na gaat denken en voor gaat bereiden, dan kan alleen maar tegenvallen. Ik kan even een poging gaan wagen om Van Bommel even wat te vragen, maar dat zal lastig worden. Gooi je erin, Paul. Mark van Bommel, toegezongen, toegejuicht door alles en iedereen. Daar zien we hem. Een haak van Mark, journalisten. Feestvreugde of wedstrijdspanning, emotie vanwege het afscheid? Ja, nerveus, maar dit is wel ongelooflijk. Maak er een mooie avond van. Zo, ja, dankjewel. Mark van Bommel dus, het feestvarken van vandaag die afscheid gaat nemen. Ja, op een prachtige avond. Het is zonnig, het is zomers. Ja, alle wereldsterren met wie hij gespeeld heeft, die zijn aanwezig. Spelers van het Nederlands elftal, van AC Milan, van Bayern München. En natuurlijk ook PSV'ers van het verleden, van het heden. Dus het belooft hier een prachtige avond te worden. De voortekenen zijn ideaal. Ik weet niet of jij mij nog kan horen, Paul, want het is een beetje hectisch daar. Maar ik wil graag ook nog iets van jou weten over de open dag van PSV. Die was ook vandaag. Weet jij iets hoe de fans van PSV reageren op alle gedaantewisselingen bij PSV? Kun je daar iets over zeggen? Ja, nou ja, goed. Ik heb niet precies verstaan wat je gevraagd hebt, maar ik ga ervan uit dat het is wat er vanavond nog hier gaat gebeuren. Nou ja, het stadion gaat dadelijk open. Alle mensen die hier bij de open dag zijn geweest, die lopen hier nog een beetje rond. Die gaan een biertje drinken. En vanavond een fantastische avond in het Philipsstadion met al die sterren. We verheugen ons erop, Paul, en we volgen het via jou. Dankjewel voor dit moment.